wanneer hij opgepakt wordt door verzetsmensen, dan is hij hevig verontwaardigd. Hij heeft eigenlijk zelf het idee dat hij heel zuiver gehandeld heeft. En dat hij helemaal niet een collaborateur of een landverrader was. Hij heeft dat allemaal voor het land gedaan, voor de gemeenschap, voor de Nederlanders. Hij heeft helemaal niet het gevoel dat hij iets verkeerd heeft gedaan in de oorlog. Zijn hele houding brengt hij dan van, ja, maar ik heb geprobeerd de NSB te bestrijden. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk de Nederlandse onafhankelijkheid te handhaven, ondanks de Duitse bezetting. Maar wel door samenwerken met de Duitsers. Dan is het logisch dat hij natuurlijk zegt, ja, dat zijn die mensen uit het dorp die tegen mij zijn. Er was natuurlijk een antifascistische groep op het dorp, Oosterwijk. Er waren ook verzetsmensen. De burgemeester was vroeger ook tegen. Dus hij ziet dat zo. Maar natuurlijk, in de Londense regering had allang hem op de lijst staan en ook het Nationaal Front als een uit te zuiveren organisatie. Net zoals de NSB, de Nederlandse SS, al de mensen die bij de arbeidsdienst en de winterhulp en zo waren betrokken. Al die organisaties stonden natuurlijk op de lijst van het ministerie van Justitie in Londen, de regering in ballingschap, om na de oorlog natuurlijk voor het gerecht te dagen. In Oosterwijk, daar wordt hij bij de bevrijding in 1944 wordt hij daar al opgepakt. Maar hij slaagt erin, begin van 1945, te ontsnappen. Met hulp van een van zijn vroegere medestanders van Nationaal Front. Die toen bij de stoottroepen werkte, die dus zogenaamd in het verzet had gezeten. En die helpt hem te ontkomen. Ja, u hebt gesproken over mij. Zijn ontsnapping, misschien wel tussen aanhalingstekens, uit Vught. Was het tussen aanhalingstekens ook werkelijk, die ontsnapping? Hij is weggelopen. Was het beraamd? Kijk, daar waren ook in Vught waren er verschillende van de bewakers. Nou ja, omdat ik in Brabant was, kenden ze allemaal en nog mee, ja, toch wel. En er waren er ook een hele partij die zei, ja, wat doet die man eigenlijk hier? Ik kan dit zeggen. Uit Vught komen was niet moeilijk, hoor. En daar heb ik mij opgehaald, dus dan heb ik dat ook zo goed. Dan gaan we samen maar op stap. Ik zeg, nou, je er dan toch uit bent en nou, je niet zo zeer oké is. Nou, dan heb je me. Ik heb me daar nog maar heel Nederland afgereisd. Dus hij liep eigenlijk, want hij reed toch eigenlijk vrij rond met u in een grote auto. Ja, maar dan moet u niet vergeten dat die camouflage was perfect, hè? Ja, ja. Ik was er altijd nog op sier. Ja, in die tijd, dat was een perfecte camouflage. Want ik heb gehad dat mijn wagen het weigerde en onder Amsterdam niet waren. Dat 3 margezees achter de wagen belopen down van Meijer en ik in zaten. Ik heb hem altijd naar die onderduikadres gebracht. Hij heeft op een adres in Tilburg gezeten. Hij heeft in Limburg op 2 verschillende plaatsen gezeten. In Amsterdam heeft hij bij iemand gezeten. In Groningen heeft hij bij die rechter heeft hij geslapen. Dus hij was toch wel continu op hoed? Ja, daar had hij mij voor nodig. En dan had hij ook nog in kloosters gezeten, hoor. Een contactadres in België natuurlijk. Daar heeft ze vrouwens een ding ook. Maar hij was maar even bij de schoonzoon van... Schoonzoon van Mollen. En die hebben ze op een nacht opgehaald. En toen zijn ze mee de bossen ingereden en hem voor een grappel gezet. En zeggen, als je nou niet zegt waarom ik mee, ze schieten weer dood. Dus ja, dan schiet maar, hoor. Ja, maar die twee die dat gedaan hebben, die zijn ook... oneervol ontslagen, hè, van de opsporing. Ja. Hier op koers gezet naar Breda, waarbij de heer Jans als gevangen werd medegevoerd en haar huiszoeking werd gedaan bij de heer PD. Hè. Dat bent u dus. Ja. Mevrouw D. werd bedreigd met opsluiting in Scheveningen, indien zij niet de verblijfplaats van haar man wilde opgeven. Dan weet ik niet of hij naar de... Nee, gaat hier niet door. In ieder geval... De hele pershetse die er ook al voor de tijd was. En dat zijn veel meer... Ja, massa-sentiments kwesties eigenlijk dan verstommelijk
beredeneerd. Je moet van de massa nooit een verstandelijke beredenering van een standpunt verlangen. De massa reageert hoogstens sentimentachtig, maar meestal alleen instinctmatig. Het enige vrij imbecile was eigenlijk alleen, het was Arnold Meijer en dus was hij een lelijke jongen. Ik verzorgde vandaar uit zijn post of zijn berichten of wat dan ook. Ik heb gezorgd dat papieren bij hem kwamen, want toen was hij toch aan dat boek alles voor het vaderland. Ja. Hij schreef mij gewoon op een gegeven dag, de hele tekst ligt daar en daar. Toen heb ik het proeven gecorrigeerd. En toen ben ik voor het afdrukken daar nog een paar dagen met hem geweest. Hij schrijft dan dus allerlei brochures en ook deze memoires om zich alvast te verdedigen wanneer hij uiteindelijk, en dat zal hij ook gaan doen, dat zal hij zich aangeven zelf, en dan komt hij dus voor de rechtbank. Als je hem openmaakt, even kijken of hem dat lukt op de kop, dan staat daar een opdracht in aan mijn trouwe kameraad Piet Deenis. Dat was de adjudant van Arnold Meijer. En die woonde ook, ik zit er nu in Tilburg, die woonde in Oosterwijk. En die heeft hij dit als cadeau gedaan uit vriendschap. En ja, dit is natuurlijk een het is raar om het zelf te zeggen, maar dit is een uniek exemplaar inderdaad. Het is letterlijk het allereerste exemplaar van de persrolde. Hij heeft dus op 25 adressen gezeten in die tijd dat ik dus na zijn ontsnapping tot zijn arrestatie weer met hem rondgezeuld heb in Nederland. Ja, ja. Arnold Meijer kreeg 4 jaar na de oorlog en hij is al in 1948 vrijgelaten. Hij was een notabele. Ja, in Brabant, daar kon je Arnold Meijer toch niet gevangen houden. Zo ging dat. Ja, een typisch voorbeeld van hoe weinig Meijer eigenlijk inzag wat zijn positie was. Hij meende ook na de oorlog nog weer een politieke rol te kunnen spelen. Wat moet er gebeuren met Duitsland na de oorlog? Nou, Nederland kan een heel groot stuk van Duitsland annexeren. En dan zegt hij, nou, als dat hele gebied erbij komt met Duisburg, Düsseldorf, Keulen, Aken, alles bij Nederland. Nou, daar moeten natuurlijk een heleboel Duitsers uit. Welke Duitsers moeten eruit? Zonder uitzondering al diegenen die van Pruisische afkomst zijn. We hebben in deze niets anders te doen dan na te gaan of de betrokkenen van Pruisische afkomst zijn. Zij moeten terug naar hun hok, naar Pruisen. Al diegenen die, al zijn ze niet van Pruisische afkomst, blijk hebben gegeven door de Pruisische idee gebiologeerd te zijn. Al diegenen die niet Nederlander willen worden. En dan zou dat hele gebied door Nederlanders bewoond moeten worden. Kijk, daaruit zie je toch de volstrekte megalomane, maar bovendien ook eigenlijk voor hem eerst de Joden eruit, nee, nu de Pruisen eruit. Je ziet dus ook zijn hele instelling is die van een fantast aan de ene kant, maar aan de andere kant ook duidelijk van iemand die zonder meer bereid is om hele groepen te discrimineren en het land uit te jagen. Want is dat symptomatisch in zekere zin voor het fascisme, dat idee dat je dus van die scheidslijnen kan maken? Lijkt mij duidelijk. Het is aldoor zo, bij ieder fascisme zie je dat uiteindelijk, minderheden passen niet bij het volk. Dus die zuiverheid van die natie, die moet tot stand worden gebracht. Nou, hier zelfs, de Pruisen moeten eruit. Eerst was hij bereid om met die Pruisen samen te werken en nu moeten ze eruit.